motie 48, continueer expertise en kennis emancipatie. Daar heeft het college een genuanceerde opvatting over en ik denk toch dat het verstandig is om eerst met de opvatting van het college te beginnen. Wie gaat het doen? Wethouder Hendricks. Dank u wel, voorzitter. Emancipatie staat bij dit college hoog in het vaandel. Om verschillende redenen, zoals u kunt zien, is het nog een niet bereikt doel altijd. Maar er zijn nog veel meer redenen in de stad, ook in onze stad, waarin je ziet dat de positie van vrouwen ook voor hun kinderen en de toekomst voor hun kinderen belangrijk is. Het feit dat emancipatie belangrijk is, is geen discussiepunt. En we vinden daar ook dat daar nog steeds veel aandacht aan besteed moet worden. Op dit moment is de situatie zo dat de kennis en de expertise en de deskundigheid als het gaat om emancipatiebeleid bij een van de instellingen, namelijk Phoenix, ook hier aanwezig zie ik, belegd is. En daar hechten wij aan. Dat is een belangrijke organisatie in deze stad en met veel vrouwen, veel deskundigheid en veel power. We zijn blij als college dat we in de afgelopen tijd een samenwerkingsverband tussen Phoenix en een aantal andere instellingen zijn aangegaan. Dat betekent dat ook kennis, expertise en deskundigheid gekoppeld kan worden en met elkaar. En dat is eigenlijk ook de positie van dit college en de vraag eigenlijk aan de indieners van deze motie. Omdat wij vinden dat kennis en expertise en het werken daaromheen ook gekoppeld moet worden met die andere organisaties. Dus een specifiek onderzoek hierop vanuit het college uitvoeren ligt wat minder voor de hand. Wij hebben ook begrepen dat de partners in dit nieuwe samenwerkingsverband, waaronder Contour de Twern, met elkaar aan het onderzoeken zijn hoe op het gebied van innovatie, het koppelen van deskundigheid, hoe dat versterkt kan worden. Dus ons voorstel is eigenlijk om dat onderzoek even af te wachten. Daar in ieder geval, en om in ieder geval daar met Phoenix ook een gesprek over aan te gaan. Wat volgens hen dan nodig is om dat verder te versterken. Dus dat is eigenlijk de positie op dit moment die het college in acht neemt. En vanzelfsprekend willen wij u daar dan over rapporteren. Dus ook de vraag aan de indieners van de motie of zij daarmee akkoord kunnen gaan. Ik denk dus als genuanceerd overnemen. Er loopt een onderzoek en op basis daarvan wordt het gesprek aangegaan. Ook vanuit de intentie van de motie. Ik kijk even waar ons dat brengt. De heer Asselkar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag aan het college. Vindt u niet dat de motie vrij smal is? Dat zich beperkt tot een bepaalde doelgroep? En vindt u niet met ons dat dat eigenlijk veel breder zou moeten? We hebben natuurlijk ook de emancipatie van de vrouw is mede gebaat door de emancipatie van de man, van de seksuele minderheden, enzovoort, enzovoort. Zou u dan dat niet veel eerder in het vizier hebben dan je te concentreren op een bepaald onderdeel? Ja, het helder punt, de heer De Brouwer. Ja, ik vind het altijd fijn als de tribune vol zit in deze misschien wat minder, want ik sta er net iets anders in. Ik begin met een klein stukje van Jan Latte. En Jan Latte is bijzonder hoogleraar bij de Universiteit in Amsterdam. En die schreef pas geleden: als het om emancipatie gaat, kijken we vaak naar vrouwen. Maar hoe zit het met de mannen? Mannen krijgen nu de klappen. Laag opgeleide mannen verdienen minder, zijn vaker werkloos, hebben minder vertrouwen in anderen, plegen vaker zelfmoord. Het aantal verloederende groeit. Voor het eerst in de geschiedenis hebben jonge mannen vaker dan jonge vrouwen nauwelijks of geen opleiding. Dus ik sluit me aan bij de vorige spreker. Waarom alleen voor vrouwen? Dan zei de wethouder net zo mooi, kijken ze hier. Hier zitten minder vrouwen dan mannen. Als u kijkt, wethouder, naar het Olympisch team, is het voor de eerste keer andersom. Hebben we meer vrouwen dan mannen. Dus zullen we dat als 1-1 maar laten staan. Wat ik me afvraag is waarom Phoenix hier aanwezig nu in één keer subsidie gaat vragen. Volgens mij hebben we de laatste 3 jaar geen subsidie gegeven voor emancipatie. En toch heeft het altijd zijn doorgang gevonden. Ik denk dat het ergens anders in ligt, maar dat is meer aan de wethouder.
Dank u wel. Ik ga de heer Van Dijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ondersteun natuurlijk de gedachte over de mannen momenteel ook bijzonder moeilijk hebben. Maar het wordt wel een sneu avond als ze nu oppassen, hoor. Ik vraag me wel af of het inderdaad de Phoenix-aangelegenheid is. Want wij kennen allemaal een hele hoop stichtingen en organisaties hier in Tilburg die heel dringend en heel druk bezig zijn met emancipatie. En ik zou dus best een specialistengroep willen hebben, maar die moet wel vanuit alle geledingen komen en niet vanuit alleen één organisatie. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil toch even, gelet op het betoog van de wethouder in eerste termijn, eventjes de indieners van de motie vragen daarop te reageren. Dus even terug naar antwoord wethouder. Er loopt een onderzoek van partners. Dat is een reden om met Phoenix in gesprek te gaan. En op basis daarvan kunnen we conclusies trekken. Ik wil even van de indieners weten of deze goudgerande toezegging voldoende is om hun motie in te trekken. Dat lijkt me voor nu even aan de orde. Wie spreekt namens de indieners? Mevrouw Nijs. Ik zou dan heel graag willen weten of we dat onderzoek voor de begroting nog inzichtelijk kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk niet aan u, maar... De wethouder. Ik kijk, dat is afhankelijk van wat de partners doen. En dat is hun snelheid en hun ritme. Dus als zij haast hebben bij zeg maar die resultaten snel naar buiten brengen en dat voor de begroting kunnen, dat het lijkt me in hun belang in ieder geval. Want dan heb je een duidelijke... Maar daar ga ik niet over. Laat ik, wij zullen in ieder geval direct na het reces een gesprek hierover entameren. Dus, maar dat is alleen maar vanuit mijn verantwoordelijkheid. Ja, dankjewel. Ik heb 1 minuut of 2 minuten nodig om even iedereen in de ogen te kijken. Ja, dat snap ik. Maar dat doe ik dan aan het eind van het blok. Want er kan er geschorst worden over dingen die nog open staan, en dan hoor ik daarna wel van u wat dat voor motie 48 betekent. Motie 48 beschouw ik als dat voldoende mij, brengt bij motie 48. De Phoenix-motie, zal ik maar even kort door de bocht zeggen. Het college stelt voor genuanceerd over te nemen. De vraag aan de indieners is, blijft die staan of komt die in stemming? Mevrouw Nijs. We willen hem graag in stemming brengen en wat ons betreft is het niet een Phoenix-motie. Maar willen we benadrukken dat juist de kennis en de expertise voor de genoemde onderzoeken van de wethouder enorm van belang is. En daar willen we graag voor blijven gaan. Hoewel we pietijd hebben met alle mannen die zich enorm gekrenkt voelden, is nog steeds duidelijk dat wat ons betreft inzet specifiek op emancipatie van vrouwen belangrijk is. Ook voor hun kinderen. Onderzoek wijst uit dat aanpak van bijvoorbeeld armoede wel degelijk genderspecifiek is. En zolang het nodig is, zullen we vrouwen moeten emanciperen. Motie komt in stemming. Ik vraag stemverklaringen. Ja, gaat uw gang. Mevrouw van Iersel. Ja, ik wil graag aangeven dat de SP deze motie mee indient. SP dient mee in. Andere stemverklaringen. Er kan een motie in stemming komen. Voorstanders graag bij hand opsteken aangeven dat ze voor zijn. En dat zijn GroenLinks, Partij van de Arbeid, LST, Lokaal Tilburg, D66, inclusief mevrouw Heuvelmans, de Verenigde Seniorenpartij en de SP. Motie is aanvaard.